Als jij als coach of consultant in sales calls vaak van jouw potentiële klant te horen krijgt dat diegene niet kan starten met jouw programma omdat nu niet het juiste moment is, omdat diegene nu te druk is of dat diegene wil starten als hij meer tijd heeft, dan gaat deze video echt een geweldige video voor je zijn. Want in deze video ga ik met jou door scripts heen lopen over hoe je deze bezwaren kan tackelen. En deze training is een onderdeel van een veel langere training van mij over objection handling in het algemeen. Het is een pagina uiteindelijk geworden van 22, een document geworden van 22 pagina's, waarin ik alle bezwaren woord voor woord voor jou heb uitgeschreven. En ik heb dit document gemaakt zodat jij er een kopie van kan ontvangen en alles zo lekker kan doorkijken zonder deze video's terug te hoeven kijken. Dus dat is wel dit. Wil je een kopie van dit bestandje ontvangen? Stuur me dan een DM met objection handling en ik stuur het hele bestandje gratis op. Voordat je deze video kijkt, is het denk ik handig als je de vorige twee video's die ik heb geplaatst ook kijkt. Want daarin geef ik wat introducties over bezwaren handelen in het algemeen. En over sales, dus dat is dat. Voor nu gaan we lekker beginnen met de tijdsgerelateerde bezwaren. En de eerste is dus dat nu niet het juiste moment is. De tweede is dat diegene nu te druk is. En de derde is dat hij wil starten als hij meer tijd heeft. En hoe je dit vaak hoort in sales calls, wat het echt is, is dat diegene zegt van oké, het is nu een druk seizoen, dus ik heb de komende tijd gewoon veel dingen staan. De volgende is, oké, ik heb gewoon geen tijd in mijn dag. En dan de derde is een when-then fallacy. Dus als ik meer tijd heb, dan start ik. Snap je? En sowieso een goede optie voor iedere coach of consultant waarmee je dit bezwaar veel makkelijker kan overkomen, is maak een module in je programma om tijd te besparen. Want voor je klantresultaat is het altijd een goede zet. En ook voor dit bezwaar is het gewoon meer dan ideaal. Dus als jij manieren hebt als coach, ik heb ze zelf wel, ik ben ermee bezig, om tijd te besparen, stop die zeker met in je cursus, want het is ontzettend handig hiervoor. Voor nu gaan we lekker beginnen met de scripts. Dus we beginnen met een druk seizoen. Dus, hey Michel, jouw programma allemaal leuk en aardig, maar ik ben nu echt heel druk met andere projecten, dus ja, het gaat gewoon even niet werken nu voor mij. Ik heb trouwens, de klanten zijn groen en de, jijzelf, ik ben zelf zwart. Dus dan zeg ik, als diegene dat zegt, oké, Jaap, dat snap ik volledig. Weet je, dus drukte is irritant. Maar als ik jou een vraag zou mogen stellen. Wil je alleen als het rustig is klanten blijven aantrekken? Of ook als je druk bent. Dus wil je altijd klanten blijven aantrekken? Dan zegt hij ja. Top. En denk je dat je ook nog wel eens net zo druk zou zijn in de toekomst? Dan zegt hij ja. Dan zeg je, denk je dan niet dat het beste is om nu juist als het druk is te starten? Zodat jij nu kan leren hoe je deze skills kan doorvoeren of hoe je deze dingen kan doorvoeren in drukte. Zodat je dus altijd aan klanten kan komen. En niet alleen als het rustig is. Want je wil dus altijd aan klanten komen, wat gewoon het beste is. Dus denk je dan niet dat het juist het beste is om gewoon nu te starten in de drukte? Dat is dan het eerste. Dan zegt hij, ja, jawel, maar ik heb gewoon echt geen tijd in mijn dag. En dan gaan we over naar de tweede. En dan kun je een vraag stellen van oké, kijk, dat snap ik volledig, ja. Alleen, wat je dus nu in je dag doet, dat geeft je niet de gewenste resultaten. Want je bent op zoek naar meer klanten en dat was je doel. Right? Zegt hij, klopt. Oké, dus hoeveel tijd kun je dan investeren? Dan zegt hij bijvoorbeeld 1 uur of 2 uur. Dan kun je zeggen, oké, ik zit in ons programma. Dus Tom in ons programma, die doet dat ook. Die is ook 1 à 2 uur per dag bezig en die haalt gewoon resultaten. Dus, en denk je überhaupt dat er nog heel veel andere coaches zijn die ook zulke resultaten halen? Zegt hij. Ja, misschien zegt hij nee. Als het niet zo is, dan shift je dat belief dat het echt kan. Want dat ze dus een geloof en overtuiging dat het moet kunnen. Maar als je dus eenmaal gelooft van oké, dus ik kan in die tijd ook gewoon resultaten boeken. Dan ligt het dus aan niet het gebrek aan tijd wat je tegenhoudt. Maar hoe je die tijd besteedt, right? Dus hier tussenin moet je zorgen dat diegene echt gaat geloven dat het mogelijk is in die tijd. En daartussenin dan kan je zeggen van hey, dus het is niet maar hoe je de tijd besteedt, right? Zegt hij ja. Dus als we jou aan X kunnen helpen, net zoals case studies. Dus als we jou om in 1 à 2 uur per dag ook resultaat kunnen geven. Net zoals wij met hier doen. En voor jou een soort klein gameplan maken. Denk je dan niet dat het de beste keuze is voor jou om nu te starten. Zodat je gewoon nu meteen al dit kan doen. En het altijd kan blijven doen. Dan zegt hij ja. Misschien zegt hij dan nog. Ja, maar ik moet gewoon echt heel veel dingen doen. Dan kun je gaan kijken van oké, wat moet hij precies doen, weet je wel. Dus zijn dat dingen voor je business. Dus kijk, als het dingen voor je business zijn. Stel je voor. Iemand zegt tegen mij, Michel, ik kan gewoon niet starten met je traject over organische marketing, want ik ben nu heel druk bezig met mijn website maken, als startende coach. Dan zeg ik van ja, maar een website maken is niet hetgeen wat jou die omzet gaat opleveren. Je hebt helemaal geen website nodig. Snap je, dan kun je erachter. Soms dan willen ze hele verkeerde dingen doen, dus kijk goed naar wat diegene nodig heeft. Dus analyseer dat, wat precies. Kijk naar of diegene, of het hem dient.
En zeg maar vervolgens van, hey kijk, dus als diegene zegt van dat heb je niet nodig, je hebt die organische marketing nodig, bijvoorbeeld in mijn geval. Dus een website, jongens, als coach, als je dit ziet, je hoeft het niet te hebben om je eerste 5 à 10k maanden te halen. Het is niet nodig. En kijk, dan kun je zeggen van, kijk, wat succesvolle mensen van minder succesvolle mensen onderscheidt, is vaak niet de dingen die ze wel doen. Ze doen niet meer, maar ze doen juist minder. Ze doen dingen niet die andere mensen wel doen. En die taak die je nu doet, dat doen dus die coaches niet die dat behalen. En daardoor hebben hun wel die resultaten. Snap je? Dus het zijn de dingen die je niet moet doen. Dus we gaan ervoor zorgen dat je een plan hebt om alle dingen die je niet dienen te verbannen. En daardoor komt er dus ook tijd vrij. Je kan steken in die dingen nog extra tijd en daardoor resultaat kan behalen. En dan kan hij misschien nog zeggen van oké, misschien zegt hij dan ja is goed. En misschien zegt hij dan het lukt gewoon echt niet. De dingen die ik doe, die zijn gewoon heel belangrijk. En dan kun je het verhaal vertellen van schermtijd. Want vaak hebben mensen echt heel veel schermtijd, jongens. Je betrapt je er zelf op. Kijk nu naar je scherm op je telefoon en kijk hoeveel schermtijd het eigenlijk is. Waarschijnlijk is het meer dan 2 uur. Dus misschien soms wel, sommigen hebben wel 3 uur. Zelfs sommige ondernemers hebben nog 3 uur aan schermtijd. En kijk, dan kun je zeggen van hé, ik snap je echt volkomen, man. Want de dingen die zijn ook gewoon echt heel belangrijk en die prioriteiten moet je zeker blijven doen. Voor mij was een heel groot inzicht dat ik zelf dacht dat ik echt geen tijd had. En toen begon ik ineens aan mijn schermtijd te werken. Want ik had echt 3 uur schermtijd per dag. En toen ik dat verminderde, had ik ineens meer tijd om die dingen te stoppen die er toen deden. En toen behaalde ik ineens resultaat. En dan dacht ik van, hoeveel is jouw schermtijd eigenlijk op dit moment? Kunnen we daar nog winst behalen? Dan laten ze het zien. En misschien hebben ze dan schermtijd, misschien niet. Alleen, het is ook echt, dus je pelt het langzaam uit, jongens. Je pelt uit van in hoeverre het kan. Als je natuurlijk een programma hebt dat niet in 1 à 2 uur per dag kan, verkoop het dan ook niet, weet je wel. Maar dit zijn deze objecties of deze bezwaar tackles zijn manieren om excuusjes, zeg maar, te overwinnen. Dus als iemand een excuusje geeft, dan kan je hem hiermee tackelen. Oké, dan de als-dan bias. Dus hier zijn er meerdere van. Dus als ik X heb, dan doe ik het. Als ik X heb, dan doe ik het. Dus als ik Y heb, zijn heel veel verschillende van. Die als ik minder druk ben, dan begin ik. Als je die krijgt, dan kun je teruggaan naar het bezwaar van dat het een drukke periode is. Dan kun je hem zelf er weer uitbellen. En je hebt ook andere. Je hebt ook bijvoorbeeld, als ik meer geld te besteden heb, dan koop ik het. Of als ik zelf meer omzet heb, dan koop ik jouw programma waarin ik meer omzet kan draaien. Dus dan vertel ik altijd dit verhaal. Van oké, stel je voor dat iemand nu echt heel erg ongezond is. Dus diegene is ziek en diegene wil graag gezond worden. Is het dan beter als diegene meteen een gezondheidsprogramma zou kopen om snel het resultaat te behalen? Of zou die eerst zelf op 60% van zijn gezondheid moeten komen en dan het pas moeten kopen? Misschien nee, meteen kopen is veel beter, right? Zeg ik ja, en bij geld is het precies hetzelfde. Want als je het meteen koopt, dan kun je dus al snel eerder die omzet krijgen. En het is niet logisch, zeg maar. Het is een bias in je brein die je tegenhoudt. En om het te illustreren, ga ik jullie eventjes iets laten zien. Dus om het ook helder te maken. Even pauze. Oké, alright, een heel simpel voorbeeld. Stel, je verdient nu 10 euro per uur. Dus je werkt ergens en je verdient aan 10 euro per uur. En als je een bepaalde opleiding koopt van 1000 euro, en die opleiding die duurt een week, dan verdien je daarna 25 euro per uur. Right? Als je zelf zou moeten sparen voor die opleiding, dan ben je ongeveer 200 uur verder. Want je moet sparen, je hebt ook nog uitgaven, et cetera. Dus dan ben je 200 uur verder. En daarna verdien je dan pas die 25 euro per uur. Maar je kan ook gewoon geld lenen van je vader en meteen starten in een week. Want na een week verdien je 25 euro per uur. En als je dan voor 25 euro per uur die 200 uur gaat werken, dan heb je 5000 euro. Betaal je 1000 euro aan je vader terug. Heb je dus in die situatie heb je 4000 euro winst. En als je het eerste deed en dus zelf eerst gaat sparen, dan heb je gewoon 4000 euro winst in die 200 uur. En anders heb je gewoon nul. Dus het is gewoon veel beter voor diegene als je een omzetprogramma hebt om gewoon te lenen en die omzet te genereren. Want die snelheid, er zijn kosten om hier te blijven, zeg maar. Dus ik hoop dat we gaan straks nog verder in op de prijsgerelateerde bezwaren. Dit was een voorproefje. Maar ik hoop dat het duidelijk voor jullie is hoe je dit dus kan illustreren. En ik hoop dat het dus wat duidelijker is zo. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Wil je dus een hele kopie ontvangen van dit bestand, dan kun je mij DM'en met objection handling. En dankjewel voor het kijken. En tot de volgende.